Het is ook wel leuk, oud werk, kijk. Ja. Laatst weer gelachen om een, ooit een disclaimer gekopieerd. Ik had een website met vrienden en daar wilde we een... Daar wilde ik een disclaimer, een juridische disclaimer op zetten, want dat vond ik hilarisch. Uh-huh. Dus dat had ik gekopieerd van de McDonald's site. En dat ik elke keer waar het woordje McDonald's in voorkwam, had ik onze website nagezet. Oh, ja. En stonden daar al calorievermeldingen of zo? Of? Nee, het was een juridische disclaimer van wat, okay, wat je mag met de website. En daar stond ook expliciet in, je mag niks van onze website kopiëren. Oh! Heb ik dus wel gedaan. Ik heb namelijk de disclaimer gekopieerd. Maar goed, de grap was dat als je dit ging printen, ja, dan was elk dan was elk woord werd vervangen door het woordje bla. Oh. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Wat, met een printknop of zo? Een JavaScriptje? Of? Nee, gewoon een... Twee keer. Eén keer stond daar de hele tekst in het Nederlands. Oh, oké. Okay. En de andere keer stond er een verborgen div met daarin de bla 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 bla. En met een print media query. Dat was mijn eerste media query experiment. Dus de print style sheet als het ware. Bestaat er eigenlijk ook een kopieer style sheet? Een kopie. Ja, een copy media query. Dus dat als je iets wil kopiëren, dat je dan een speciale, geoptimaliseerde, kopieerbare versie krijgt. Nou ja, je hebt hele vervelende kopieerscriptjes. Dat als je tekst selecteert en dan de toetscombinatie appeltje C doet, dat je dan een alert krijgt, dit mag je niet kopiëren. Of, wat nog erger is, dat er iets anders in je clipboard wordt gestopt. Ja, de copyright bijvoorbeeld. Copyright of dit stukje tekst is gekopieerd van deze site met een link. Dat is afschuwelijk. Ja. Dat zijn van die marketeers die zich bemoeien met het web. En het daardoor slecht maken. Marketeers weer. We zitten inderdaad bij... hoe heet dat eiland? Eiburg. We zitten in de buurt van Eiburg. We moeten het over marketeers hebben. Dat is grappig. Hey, we willen nog heel even teruggrepen op Wasstraat 28. Daar eindigden we eigenlijk in een soort van heel interessante stelling. Dat het vanzelf goed gaat komen. Dat grote bedrijven rare dingen moeten doen. En dat de behoefte van klanten of de behoefte van mensen, dat die hoe dan ook... ervoor gaan zorgen dat mensen, weet je wel, dat bedrijven gedwongen worden om hun gedrag aan te passen. En, zei ik dat? Nee, dat zei ik. Oh ja. En dan was jij het helemaal niet mee eens. Nee, bedrijven zijn al, grote bedrijven zijn evils vanzelf. Ja, precies, ja. Nou, en precies die opmerking die heeft mij tot nadenken gezet. En eigenlijk heb ik echt, de afgelopen maand heb ik alleen maar daarover nagedacht. Van, wat is het nou precies? Hoe kan dat? Wat is de mechaniek daarvan? En zonder er altijd diep op in te gaan, want dat is eigenlijk niet iets wat over het web specifiek gaat, of over media of wat ja, ook. Ja, toch wel. Maar mijn conclusie is dat bedrijven op een zeker moment zo groot worden of zo massa krijgen, of in elk geval iets gebeurt er waardoor ze niet meer anders kunnen dan evil zijn. En eigenlijk is evil, dat is een te actieve rol. Dat is te, weet je wel, zo van, haha, we zijn nu, we gaan een sikje laten groeien en we gaan rode mantels en zwarte kleren aantrekken. Nee. Dat is het niet, maar het is meer dat ze het niks kan schelen. Een heleboel dingen worden oninteressant voor bedrijven met een bepaalde grootte, waardoor consumenten en gewone mensen eigenlijk, zeg maar, een evil gevoel krijgen. Zich geen connectie hebben met de mensen in het bedrijf of met de behoefte van wat een groot bedrijf heeft, zoals DRM. De menselijke maat verdwijnt. Dus je. En nou ja, goed. Ik denk trouwens niet of alle bedrijven vanzelf evil worden. Ik denk dat het heel moeilijk is om het niet te doen. Die grote schaal, dat zorgt ervoor dat mensen denken van, meh. Het is niet mijn probleem. En niet alleen mij, het is ook van, we moeten blijven overleven. Ja.
Dus kosten wat kost. En er moet harder geduwd worden. En wat zijn de knoppen ook waar wij aan kunnen zitten? Niet realiseren. Kijk, ik denk dat als je aan een knop draait, dat mensen plat gedrukt worden. Als jouw doel, jouw product verandert van het leveren van een toffe dienst aan mensen, ja, naar zoveel mogelijk winst maken voor de aandeelhouders. Ik denk dat dat het moment is dat je evil wordt, vanzelf. Aandeelhouders, ja, hebben namelijk helemaal niks te maken met of je een goed product levert. Het kan ze helemaal niks schelen. Ja. Dan gaat het puur om winst maken. Ja. En zodra je dat gaat doen, kijk, dat is een van de manieren. Een andere, Google, ja, ja, is bijvoorbeeld een andere, waarbij Google het begrip van het woord wat is goed gewoon oprekt. Dan maken ze wat anders van. Dus de definitie, ja, goedheid veranderen ze. Ja, ze hebben gewoon een ander. Want dat zie, en dat zie je grappig genoeg ook in hun presentaties. Hè? Pas geleden, er was een grote Google-presentatie. Er werd iets gelanceerd. Nee, er werd eigenlijk niks gelanceerd. Enfin, die mensen die waren dus aan het presenteren. Oh ja, nee, dat was dat Xbox. Ik heb werkelijk geen idee meer. Ha. Er was een presentatie van een groot bedrijf. Of het Microsoft of Google is, dat maakt allebei niet uit. Allebei hebben ze presentatie. Allebei hebben ze het gedaan. En ze waren zo van, oké, nu kan je dus, omdat onze camera's en microfoons, die zijn altijd actief. Dus je hoeft alleen maar te zeggen, Google open of Google search. En ja, dan plotseling gaat jouw computer allemaal dingen doen. Ja. En dan vonden ze fantastisch. Ze, ja, zeiden echt zo van, nou, dit is wat waar de wereld op heeft gewacht. Dit is het beste sinds gesneden brood. Ja. En zich niet realiserende dat iedereen die zeg maar dat op een afstandje bekeek, een heel erg unheimlich gevoel kreeg van, ja, maar dat betekent dat er dus een apparaat met een internetverbinding die gegevens uitwisselt zonder dat ik dat zie, luistert naar mij. Ja. Dat is raar. Dat en is dus het oprekken van wat is goed en wat is slecht. Ja, dat is wat ze doen. En het is, en ik weet zeker dat de mensen die daar bij Google zitten, die, en bij Microsoft waarschijnlijk ook, die worden geconditioneerd. En wederom niet actief, maar meer zo van, oké, dit is ons doel en wij gaan alles daarop richten. Dat wordt een beetje commune-achtig. Kijk, hoe het ook werkt, is er zitten natuurlijk allemaal nerds bij Google. Ja. En die zitten, wow, dit kan! Ja, precies, ja. Ja, feature op 1000. Ja, en die denken helemaal niet na over wat dat betekent. Nee. Die houden zich er ook helemaal niet mee bezig. Het zijn er wel de mensen binnen Google die zoiets hebben van, holy shit, dit is wel een beetje, hè, privacy. En dan heb je de CEO van Google die zegt, privacy doet er niet meer toe. Privacy bestaat niet. Ja. Nee. En dat klopt ook. En dat zegt hij omdat hij dit soort dingen op de markt wil brengen natuurlijk. Ja, ja, en die dan vervolgens, nou, beste marketeers, kunnen jullie daar een leuk verhaaltje van maken. En dan wordt, dan word ik en jij misschien ook heel erg een beetje teleurgesteld. Ja, nou, en daarom koop ik ook producten van Apple, wat door heel veel mensen als een volkomen evil bedrijf wordt gezien. Maar Apple maakt er geen geheim van dat alles wat ze van me willen is gewoon mijn geld. En het liefst al mijn geld. Ja. Maar mijn data, dat kan ze geen fuck schelen. Nee. Sterk, dus mijn laatste blijk in hun service ook. Ja, daar zijn ze heel slecht in. Ja. Van, kan ons die data van je schelen? Geef me gewoon je geld. Ja. Krijg jij van ons hele mooie, fijne producten. En Google die zegt, nee, jouw geld hoeven we niet. We willen jou. Ja, inderdaad. Jij bent ons product. Of nou, niet eens een product. Jij bent ons halffabrikaat. Wat is dit? Waarom deed men? Ik ga heel eventjes dat ding erover halen. Ja, doe dat even.